zo'n grote kringloop. Loop kringlopen. Funny dit. Mijn krokodillenplant. Echt leuk als zo hieronder. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben echt zo excited. Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Leuk dat je kijkt, leuk dat je er bent. Oké, outfit. Dit is de outfit voor vandaag. Ik had zoveel zin om deze schoenen aan te doen. Ja, ik hou echt van deze schoenen. Dus we gaan voor deze schoenen. Ik heb deze soort mom jeans van Monkey aan. En daarop mijn thrifted sweater. En dan nog dit tasje van de Monkey ook. En al mijn sieraden zijn van Anna Luisa. Ik ben nog aan het twijfelen of ik een leren jas er ook weer naar ga doen. Eigenlijk is alles thrifted, behalve dus de broek. Zo'n grote kringloop. Ze hebben de hele plek zeg maar veranderd. Eerst was daar allemaal kleding. En nu hebben ze hier alle kleding gedaan. Ik vind net deze broek. En hij is van een Monkey pantalon. Ik ben niet zo van de dots. Maar misschien is het wel een keer cute. Ik zoek nog een tafeltje. Waar ik een plant op kan zetten. Deze is wel echt nice. Maar misschien een beetje groot. Ik weet niet wat ik van deze kleur moet vinden. Een soort blauw-grijs. Hij heeft niks meer nodig hiervan. Oh jawel, ik heb een melkkan nodig. Het is niet helemaal mijn vibe, maar het is wel een melkkan. Deze is zo cute. Oh. Deze is wel nice. 2,40. Oh, die is zo cute. Wauw. Mama heeft twee nachtkastjes gevonden. Superleuk. Ze kan ze ook nog verven, maar ze zijn echt heel mooi. Ja. Oh, ze hebben nog zoveel. We hebben nog maar 9 minuten. Kijk nou. Ja, superleuk. Loop kringlopen. I love it. It's amazing. Jongens, de tijd is om. I am very sad. We kijken nog even snel of dat ze naar de kassa lopen. Hé, mam. De rij is nog lang. Heel mooi. Prachtig. De zon schijnt. I love it. Kijk nou. Oh my god. We zijn weer geslaagd. Ik wilde hier dus wat van maken met een plant en met de diffuser en zo. Ik ben heel benieuwd hoe de tafel nu gaat staan. Bingo. Dit halen we even weg. Oh, spannend! Spannend, Jingo! Spannend, yes. Ik moet hem wel even gaan schoonmaken. Ik dacht dat hij veel groter is, maar hij is eigenlijk perfect. Dus als dit gevuld wordt, dan met nog een hangplant of zo. Maar ik moet toch een beetje aan wennen dat hier dan ineens een tafeltje zeg maar staat. Ik vind het wel heel cute. Het matcht wel allemaal. Wil je nog de andere dingetjes laten zien die ik heb gekocht? Allereerst deze twee cute dingetjes. En het is eigenlijk voor pannen. Ze waren maar 25 cent per stuk. En ik had dus deze. En kijk het verschil. Deze zijn echt veel mooier. Ik ga deze nog steeds gebruiken voor pannen. Maar ik gebruikte deze best wel veel om een glas op te zetten. Of zoals een koffie zeg maar. Dus daar ga ik deze voor gebruiken. Om daar dan glazen op te zetten. En deze waren bij mij kapot gegaan.
Dus ik heb deze gehaald. En ze waren helemaal niet duur, ze waren maar 50 cent. Dan heb ik deze kool. Echt zo leuk. En hij was maar 2,50. Deze kleur is sowieso echt heel erg mooi. En als je dit in je broek doet, echt heel leuk voor de zomer bijvoorbeeld. Dan heb ik deze broek van The Monkey. En het is dus met van die dots. Dat draag ik dus echt never. Ik kan het wel even snel passen voor jullie. Hij zit perfect. Ik weet niet of ik de vibe... Oh my god, hij past perfect. Ik weet niet, staat dit mij? 2,50. Hij zit wel heel lekker. Met een leren jas. En deze schoenen. Yes, honey. Wat vinden we? Lekker Parisian. Het is zeg maar simpel, maar toch classy met die schoenen. We gaan naar Xenos. Let's go. Ik weet niet of ik jullie mee kan nemen in de Xenos, want het was letterlijk 10 minuten. Dus ja, dat is echt super kort. Ik heb maar 10 minuten. Ja, ik ga kijken voor een melkkannetje en voor het tafeltje. We zijn weer te vroeg, Jingo, zoals altijd. Zijn we er klaar voor? Yes, we are. Kijk hoe cute. Ik heb dit Xenos gekocht. I love it. Hey buddy, yeah. Hi. Mijn outfit voor vandaag is dit. Oh, je zit niet echt goed. Deze van nu in. Vet lekkere. Schui. Dit tasje is van de Monkey. En deze jas is van Marks & Spencer. Die heb ik vintage gehaald. En dan deze broek van de Monkey. En mijn Dr. Martens. Ik ga nu samen met Rino, ga ik naar een winkel. En die heb ik dus ontdekt toen ik samen met mama naar Mystique ging. En daarna zit dus de winkel Present of zo. Present. I don't know. Het zit in ieder geval op Witte de Witstraat in Rotterdam. Het is echt zo'n cute gift shop, maar met ook hele mooie planten. Het is inmiddels de volgende dag en ik ben helemaal blij met mijn tafeltje. Ik ga hem nu al een beetje decoreren. Ik heb allereerst mijn krokodillenplant. Ik vind hem echt zo cute. En ik heb daarbij deze kleur pot genomen. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Het is een beetje oranje-bruinachtig en dus met deze krokoplant. En dat vond ik wel erg leuk erbij. Zo. Nou, en ik dacht, misschien is het ook wel leuk om mijn maandje erbij te doen met twee Palo Santo sticks. En misschien is het wel leuk om hier boeken te doen. Een beetje in dezelfde kleuren als mijn huis. Een beetje beige, witachtig. Oké, ik heb ze gevonden. Ik heb deze drie boeken. Allereerst Licht Leven. Dat is een mooie kaft. Een maandjournal van Josie. En de kracht van teruggeven. Dus dan zie je zo licht geven, maandjournal en de kracht van teruggeven. Super nice. Echt leuk als het zo hieronder is. En dan dacht ik nog, mijn diffuser, want die stond al die tijd op de grond. Wauw. Ja, helemaal leuk. Ik vind hier nog wel een kaal plekje. Maar daar heb ik een oplossing voor. Want ik heb een plant gekregen van pokon.nl en deze, ik ben zo blij. Oké, zijn jullie er klaar voor? Oh my god. Groen doet je goed. Exactly. Hey, wat leuk dat ik bij jou mag komen wonen. Ik ben erg hongerig van mijn reis. Geef mij meteen wat voedingskegels, dankjewel. Oh ja, kleurt de watermeter wit, dan lust ik wel een slokje water.
Bang dat je mij vergeet, download dan de Pokémon app. Dan laat ik je weten wanneer ik je iets nodig heb. Er zitten dus van die voedingskegels in. Die gaan erin. En super handig. Ik heb dus een meter erbij gekregen. Ik ben wel echt een goede plant mom. Alleen soms vergeet ik ook wel eens van heb ik het nou deze week water gegeven. Of was het nou vorige week al dat ik mijn plant heb water gegeven. Ze leven nog allemaal. Maar wel super handig. En al helemaal de app. Dan geeft ze dus een melding wanneer onze friend water nodig heeft. We gaan het snel uitpakken, want hij zit al een hele dag in deze doos. Dus voor het beste resultaat voed je je kamerplanten 2 keer per jaar. Doe dit bij voorkeur in het voorjaar en in het najaar. Of bij het op- of verpotten van je planten. Onder invloed van vocht en temperatuur geeft de voedingskegels tot wel 180 dagen voeding af. Wat handig. Ik ga de plant verpotten in deze mooie pot. Ik heb potgrond. Oké, ik had dus geen potgrond meer, dus ik heb nieuw potgrond gehaald. Ik ben eerst naar de ene Albert Heijn geweest, toen naar de andere Albert Heijn. Maar we hebben het nieuwe familielid. De grond geeft die verdient. Oké, het is helemaal gelukt. En als het goed is, geeft hij nu wit aan. En als ik dus water erbij doe, geeft hij dus blauw aan. Hij wordt blauw. Super handig zeg. En hij wordt steeds meer blauw als hij dus genoeg water heeft. Yes! Nou, hij heeft gelukkig geen dorst meer. Hij is echt zo mooi. I love it. Je hebt hier dus een QR-code met een probleemherkenner. Super handig. En daar staan alle problemen van planten, met ook video's. Met de Pokémon app kan je dus je plant registreren. En dat gaan we even doen. Deze van 70 centimeter. Voeg jouw Pokémon powerplant toe. Nou, je kan dus hier berichten selecteren die je dus krijgt. Dus stel hij heeft water nodig, dan kan je dat allemaal instellen. En er staan ook nog heel veel tips over de plant. Je kan vragen stellen en een foto toevoegen. Echt super handig. Ze hebben trouwens ook nog een hele leuke winactie. Als je een Instagram foto van jouw powerplant deelt met deze hashtag. Hashtag power to the plant. Dan maak je dus kans op een tweede powerplant voor jezelf. En één voor een vriendin. Dus super leuk. Hier zie je ook de voorwaarden. En ik ben echt zo blij met mijn Monstera. Dat hij hier staat. Hij is zo mooi. Ja, leuk hoekje. Ik zal trouwens alle informatie over Pokémon hieronder in de beschrijving zetten. Ik ben zo blij met mijn huisje. Ik woon hier nu al meer dan een half jaar. De tijd is zo snel gegaan. Bizar. Ik ben echt zo excited. Ik luister echt heel veel tongdrum muziek. En ik was echt verliefd erop. Dus mama en ik hebben besloten om allebei dus apart een tongdrum te kopen. Dit is zo chill om naar te luisteren. En het wordt veel voor meditaties gebruikt. Voor healing muziek. En het is zo mooi. Wacht. Ik heb al een klein stukje geoefend. Ik zal mijn even in de beschrijving linken. En zoals je kan zien heeft het allemaal verschillende nummertjes. Dus hier staat bijvoorbeeld 3, 4. Dit is een 4 met een punt. 5, 5 met een punt. 7, 7 met een punt. En zo kan je dus allerlei nummers doen. Gewoon heel erg nice om even in plaats van 's avonds Netflix te doen. Om dan zo te tongdrummen. Dit was mijn nieuwe aankoop. En dat wilde ik aan jullie laten zien. Dit is skincare time.
Ik heb net een masker opgedaan. Dit is dit honingmasker van de Tuine. En ik vind deze altijd echt heel erg chill, want daarna is mijn huid zo lekker zacht en helemaal verzorgd. Kaarsjes aangedaan. Mijn bad is vol aan het lopen. Daar heb ik deze in gedaan. Thing into that cycle that you might already be doing, but that will help you develop your intuition even more. And that is to be really grateful for that hunch.